Geneesmiddelenfabrikant MSD in Os moet fors snijden in het personeel en zet 440 man op straat. Het gaat om banen op de ontwikkelafdeling. Op die afdeling blijven straks nog maar 30 mensen werken. MSD gaat in de toekomst minder medicijnen zelf ontwikkelen en bij het bedrijf zijn een aantal patenten verlopen. Andere bedrijven mogen dan dat medicijn ook produceren. Het bedrijf heeft nog gekeken of er op een andere manier gereorganiseerd kon worden met behoud van banen, maar dat is niet mogelijk. En in Os, daar is onze verslaggever Raoul Kartens. Ja, Raoul, jij bent er al de hele middag. Toch wel redelijk onverwacht, hè, deze nieuwe ontslagronde daar. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant houden ze allemaal wel rekening mee dat het hier slechter en slechter gaat. En dat er meer banen verdwijnen. In 2010 1600 banen gingen er weg. In november werden er nog 142 aangekondigd. En nu dan die 440 op die onderzoeksafdeling. Ik vroeg aan de directie waarom. Ja, we hebben net bij onze mensen aangekondigd dat het ontwikkelingscentrum gaat sluiten. Een enorme domper voor iedereen. De reden daarvoor is dat het slecht gaat bij de farmaceutische industrie in het algemeen en met Merck ook. Daardoor is er binnen R&D een selectie gemaakt in de medicijnen die wij in ontwikkeling hebben. Waarbij we alleen nog werken op die medicijnen die het grote verschil voor de patiënt maken, zoals ons nieuwe kankermedicijn. Maar dat betekent ook dat je veel minder mensen nodig hebt om dit te doen. Ja, dat was de directrice. Heb je al werknemers gesproken? Ja, maar die zijn niet erg mondig. Iedereen is murm, iedereen is lam geslagen. De paar mensen die we konden spreken hebben ook zo'nzelfde reactie van: wij wisten het wel, maar tegelijkertijd komt het toch weer keihard aan. Dat is wel schrikken. Ja. Ja. Ja, het leven in een wereld van reorganisaties. Hè, dus, ja. Ja. U had er eigenlijk al rekening mee gehouden? Dat zeg ik niet, maar. Ik geef u helaas geen commentaar. Geen commentaar? Spijt me. Oké. Fijne middag. Ja, we willen niet allemaal evenveel zeggen, maar ja, die ontwikkelingsafdeling die wordt dus helemaal uitgekleed. Er blijft nog wel iets zitten, maar wat is dat dan eigenlijk? Ja, dat is dus een productiebedrijf waar ze medicijnen maken, maar dus het bedenken en het ontwikkelen, dat gaat hier weg. En dat is ook wel een beetje zorgelijk, want de vakbonden, FNV Bondgenoten, maar ook CNV vakmensen zeggen van: ja, is het dan nog wel zeker dat het hier ook in Os blijft? Of kun je zo'n fabriek een gegeven moment toch oppakken en naar lage loonlanden verplaatsen? Het wordt gewoon een productiebedrijf. En waarbij MSD centraal in Amerika kan nadenken van: nou, misschien is het handig om een keer te verplaatsen naar Oost-Europa of naar India. Of... Ja. Ja, MSD is een hele belangrijke werkgever in Os en omgeving. Er zijn al heel veel gezinnen de dupe van, hè, van al die ontslagen de afgelopen jaren. De gemeente die heeft zich er ook wel tegenaan bemoeid. Hebben die ook al gereageerd op dit nieuws? Ja, nou, de burgemeester die is speciaal nog naar ons komen lopen. En ja, dit hakt erin hoor. Als je weet, 2010, 2011, die 1600 mensen, dat was een behoorlijke klapper. Daar kwam het Life Sciences Park uit en het Pivot Park, hoe je het allemaal noemen mag. Maar ja, 440 er weer bovenop voor Os, is dat gewoon weer een dreun. Op een moment als dit is het ook wel heel goed om stil te staan bij het feit dat het voor heel veel mensen zo droevig is. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk, om daar gewoon ook echt even mee stil te staan. En je te realiseren wat het betekent als je vanavond thuis komt en je weet dat je je baan gaat verliezen. En dan kan er ongetwijfeld, ik heb enorm vertrouwen in de toekomst en in de mensen. Ik denk dat ze heel veel dingen kunnen, dat ze weerbaar zijn, dat ze aan de slag kunnen. Maar vandaag is het gewoon, ja, je weet dat dit ophoudt.